Wat vind je aantrekkelijk in Ajit? Zijn levenslust. Dat is enorm. Ja. En ze, hij is enorm krachtig. En zijn levenslust geeft mij ook wel weer eens een schop onder de kont. Van, hé, kom maar eens in actie. Ja, ja, want als die er niet zou zijn, wat zou er dan gebeuren met jou? Nou, dan had ik misschien meer dingen gewoon maar laten zitten. Als ik benadeeld werd op mijn werk of noem maar wat, bij instanties of wat dan ook, ja. Dus hij heeft je ook geholpen om voor jezelf op te komen? Ja. En jezelf neer te zetten in deze wereld. Ja. Ja. Dat is wel mooi. Ja. Ja. Wat ik van je bewonder is je levenslust. Ik hou van mezelf. En ik gun mezelf een prettig leven. En dat prettige leven heb ik door me te omringen met prettige mensen. Met plezierige mensen. Met een goed hart. En die wat te vertellen hebben, met wie ik kan lachen, die mij ook tegenspreken. Want ik vind het ontzettend leuk om tegengesproken te worden. Vroeger was Theo van Gogh mijn vaste tegenspreker. Nu ben jij eigenlijk mijn tegenspreker. Maar ik heb al mijn vrienden en vriendinnen, ik vind het heerlijk als ze me tegenspreken. Ik vind het heerlijk, want het scherpt mijn feest. Ajit die heeft 10 jaar geleden ook ons pand geopend. En ik vond het zo leuk om hem hier te krijgen, maar hij kon niet. Hij had eenmaal een groot project in Amsterdam. En ik zeg, joh, Ajit, ik wil je per se hebben. Ja, maar ik kan niet, want ik heb een afspraak gemaakt, stad Amsterdam. Het is niet zo moeilijk. Ja, maar spitsuur, Nederland, dat ga ik niet redden. Ik zeg, neem een helikopter. Ik hoop dat hij nou ergens hij is er al. Kijk, daar is hij. En zonder parachute. Geef hem een hartelijk applaus. Dag Ajit, welkom. Geluk. Waarom in hemelsnaam weer dit interview? Omdat ik dit jaar 60 word. Dus dat vind ik een mooie aanleiding voor mijn fans, voor een documentaire over mijn leven. Ja, we gaan het hebben over de toekomst van het werk. En dan is er eigenlijk maar één man in Nederland die je kan uitnodigen. Hij kan dus toekomst dus voorspellen en de trends en hoe het allemaal verder zal gaan. Hij is de trendwatcher des vaderlands, Ajit Bakas. Mensen, ik ben bereid alles te geloven wat je zegt. En wie trend zegt, zegt Ajit Bakas. Vorig jaar is 87% van jouw voorspellingen zijn uitgekomen. Dankjewel, Ajit. Wat leuk dat je dat hier komt overhandigen. Ajit Bakas, een volk van man. Ja, waar we dol op zijn. Die natuurlijk een ongelooflijk mooi verhaal heeft gehouden net. Meneer Bolkestein, ik wil u graag het eerste exemplaar van dit boek overhandigen. De staat van morgen. We hebben natuurlijk wel mensen zoals jij nodig. Mag
Maar waarom wil je een documentaire over je leven? Ik heb volgens mij wel een bijzonder levensverhaal. Ik heb fans gehad. Die fans die komen naar mijn lezingen, die kopen mijn boeken. Nice to see you. Zie je er goed uit. Ja. Lieve mensen, voor ik verder ga, wil ik eerst iemand op het podium hebben waar ik graag een applaus voor wil. Dat is onze Anna. Anna, please come on stage. We live here, ladies and gentlemen, thanks to the care of Anna. Anna takes care of us. I cannot wash and dress myself so that I look so smart. It's thanks to Anna. She knows exactly how to dress me. She takes care of us. She cooks for us. That's why my belly is growing a little bit. And she cooks and she takes care of Laika and everything. Thanks to Anna, we can live here. So a warm applause for Anna, please. Wij zijn dus 25 jaar bij elkaar en 23 jaar getrouwd. Ik neem jullie even nog mee naar ons ja-woord. Heel kort. Ik heb natuurlijk ook genoeg shit in mijn leven meegemaakt. Dus ik vind het gewoon leuk. Ik geniet van de mooie dingen die mij overkomen. En dit vind ik mooi. De hoofdstad Paramaribo. Deze stad heeft ongeveer 70.000 inwoners. Dat is bijna 1/3 van de totale bevolking van het gebiedsdeel. Bijna alle huizen zijn van hout opgetrokken, omdat dit materiaal in overvloed aanwezig is. En zo is Paramaribo een houten stad. Ik ben van 1962, jij bent van 1963. Dus was geen jaartje. Ja, we hebben beide voorouders uit India komen. Ja. We zijn beide met niets naar dit land gekomen. Ja, klopt. Jij had je VWO-diploma. Ja. Welk jaar ben je in Nederland gekomen? Ik ben gekomen in januari 1983. Ik ook. 140 baris hoige. जब हम लोग के पुरखों भारत देश के छोड़ के गए ले सुरीनाम देश सपना देख के आपन देश छोड़ के गए ले विदेश सुनिए पुरखों के कहानी ১৮৬৩ में सुरीनाम देश में गुलामी का अंत हो गया रहा सब अफ्रीकन गुलाम उबरी से आजाद हो गया रहा ओकर कारण हॉलैंड के सरकार के खेतवन में किसान और कारखानों में कमकर्ता के जरूरी पड़ गए उस समय भारत देश में अंग्रेज के राज रहा और अंग्रेजी सरकार हॉलैंड के इजाजत देश भारत में मजदूर के खोजे के खातिर ऐसे भइल कि 1873 में हिंदुस्तानी के प्रवासी शुरू भइल भारत देश में झूठ झूठ बात सुनाई के बहकाई के आंखी में धोल झोंक के सुरीनाम ले बोलल गए चल श्रीराम देश उधर सब कुछ मिले कलकत्ता में पानी के जहाज में बैठाइस और यात्रा शुरू हुई Dus dat was na de december woord en ik ben eind januari gekomen. Ik weet het nog, op 24 januari ben ik begonnen met mijn studie. De tegenvallende werkgelegenheid in de industrie en de sterke bevolkingsgroei leiden in Suriname tot een steeds grotere werkloosheid. En daar is maar één ding aan te doen. Gebruik maken van het feit dat men Nederlander is en naar Nederland reizen. Waar dan nog wel werk is en sociale voorzieningen. Dit is de Nederlandse minister-president. Hij is in Suriname om over onafhankelijkheid te praten. Ja, je moet wel bedenken dat in het begin van de jaren 70 was het nog hebben van koloniën iets ouderwets, iets waar je af moest komen. De meningen in Suriname zijn sterk verdeeld over onafhankelijkheid. De Creolen zijn voor. Terwijl de grote overleden Creoolse leider Pengel vanaf zijn sokkel toekijkt, demonstreren zij om de eis van onafhankelijkheid te onderstrepen. De andere zuilen zijn pal tegen uit angst voor een Creoolse overheersing. Maar wat we moeten doen, we moeten met alle middelen proberen de regering klem te zetten.
Dat is ja, dus maar... met wapens, maar we moeten het doen. Want als we zo door gaan, dan zullen wij Hindoestanen niet kunnen zien dat, er, dus dat wij helemaal als het ware verkracht gaan worden. En dat de negers als het ware zullen bloeien met onze zweet en onze bloed die we alle jaren hebben. Wanneer de Creool zich zou gedragen, precies als de Hindoestaan, op een menswaardig manier haar rechten zou gaan zoeken, op een menswaardig manier, op democratisch wijze, haar rechten zou gaan, voor haar rechten zou gaan vechten, dan zou dat allemaal heel goed aflopen. Maar nee, ze moeten altijd de Hindoestaan proberen te tergen en dat zullen wij niet meer aannemen. En als ze nou verder gaan, dan vrees ik voor de toekomst van dit land en dan vrees ik voor de hele Surinaamse gemeenschap. En daarom zeg ik, indien de Creool zo doorgaat, u moet mij niet kwalijk nemen dat de Creool tegen gaan halen, maar het is altijd deze mensen die ons Hindoestaanen proberen te tergen. Wij hebben ons woord gegeven aan het kabinet De Uil. Het kabinet Aaron houdt zijn woord 25 november onafhankelijk. Ja! Het lijkt erop dat de tegenstellingen tussen Hindoestanen en Creolen totaal uit de hand zullen lopen. Als daad van verzet tegen de onafhankelijkheid, waarvoor amper een grondwet gereed was, steekt men het bevolkingsregister in brand. De spanning, de door de leiders ingeblazen angst, grijpt de mensen zelfs zo naar de keel dat de zoveelste golf van emigranten naar Nederland vertrekt. Zei ook, je hebt in Nederland bereikt wat je in Suriname nooit had kunnen bereiken. Never, nooit. Maar dit is echt einde van het seizoen, over 17 weken in alles eruit. En hier ben je dus hier van aan het plukken. Zeg er maar wat van, maar. Zou ik toch even in de koelstof doen? Maar, zeg er eens wat van. Wat vind je van al deze lavendel? Ben je er ook wat mee voor een tuin? Ik zal het kopen in Amsterdam. In potjes. Dat doe ik elk jaar. Aditje met de grappen maken. Maar ik vind het prachtig hier zo. Ja. De planten zijn heel goed. Ze staan goed. En, ja, ik wonder het alleen maar. In Suriname is het meestal zo dat wanneer iemand sterft, hè, dat de familieleden meestal zo'n lijk afleggen, dus zelf afleggen. Ja, ze doen heel veel, ze versieren zelf de kist en doen allerlei dingen. En nemen dus op die manier afscheid. En meestal houden ze ook nog kerkdiensten na de begrafenis of na de crematie. Mijn vader was onderwijzer, net als mijn moeder onderwijzeres. Op de nee, maar ik heb de vader het damtoernooi zien winnen volgens mij. Op de basisschool, maar dat was niet zijn vaste werk. Hij was, zijn job was onderwijzer. Dat weet ik maar even, maar hij was dammer toch? Maar zijn grote passie was het dammen. En mijn vader gaf ook aan kinderen lessen in dammen. Mijn vader was tot mijn 10e, 11e een hele lieve, zorgzame vader. Die mij bijles gaf, zodat ik moest goed doen op school. En daardoor kon ik op school de 6e klas van de lagere school overslaan. Hij was lief voor mijn moeder, hij was echt fantastisch. En daarna raakte hij aan de alcohol en toen ging hij zuipen, toen werd hij, ging hij slaan. Hij sloeg mijn moeder, hij sloeg mij. Hij was echt gewoon... De politie vond hem op straat, maar dan lag hij weer laveloos ergens op een bankje. En ik vond het verschrikkelijk. Paramaribo, hoofdstad van Suriname, is aan de vooravond van de onafhankelijkheid een opgewekt levende stad. Dat meer dan 100.000 Surinamers het land hebben verlaten, is in het straatbeeld van de hoofdstad althans niet of nauwelijks te merken. Met een stevige handdruk bekrachtigen Lachmon en Aaron ook hun eensgezindheid ten aanzien van de nieuwe Surinaamse vlag. Algehele verbroedering en grote vreugde. In de nacht wordt het standbeeld van koningin Wilhelmina op het Oranjeplein door een hijskraan van zijn sokkel getild. Dat gebeurt 's nachts om bepaalde gevoeligheden te sparen en mogelijke bekladding te voorkomen.
Drie dagen voor de onafhankelijkheidsfeesten komt premier Den Uyl met een grote regeringsdelegatie in Suriname aan. Een dag later, gevolgd door prinses Beatrix en prins Klaus. Vliegtuigen uit Paramaribo brengen vele malen per week rijksgenoten uit het warme Suriname naar het langzamerhand killer wordende Nederland. Zij verlaten een land waar meer dan 25% van de beroepsbevolking werkloos is en waar het leven, ook al als gevolg van de inflatie, steeds moeilijker wordt. Hun Nederlandse paspoort garandeert hun een opvang in ons land. Nu de datum van de onafhankelijkheid steeds dichterbij komt, drijft onzekerheid over de politieke situatie daarna tallozen het land uit. Van de opbrengst van hun verkochte bezittingen betalen velen de overtocht naar Nederland voor henzelf en hun gezin. In de laatste maanden zijn het vooral leden van de Hindoestaanse, Javaanse en Chinese bevolkingsgroepen die naar Nederland migreren. Maar ook bij de Creolen bestaat nog steeds belangstelling voor Nederland, dat hen althans een stuk sociale zekerheid biedt. Die belangstelling manifesteert zich het duidelijkst bij het paspoortenkantoor in Paramaribo, waar dagelijks honderden dat belangrijke identiteitspapier komen aanvragen. En zodra het paspoort er is en op de een of andere manier het magische vliegbiljet is verkregen, dan gaan ze op weg naar Nederland. Meer dan 1/3 van de Surinaamse bevolking zal het straks moeten zien te rooien in het koele Nederland. Hoe oud was je toen hij doodging? Ik woonde al lang in Nederland toen hij doodging. Maar ik had hem al lang niet meer gezien. Vanaf het moment dat ik op mijn 18e wegging uit Suriname, heb ik hem nooit meer gezien. Ik wilde hem ook niet meer zien. Ik denk van, joh. Maar mis je hem dan niet? Je bent dood. Nee. Kan jij dat? Nee, maar kan jij iemand zo uit je leven snijden? Ik wel, ja. Er is iets bijzonders in jouw biologische familiebanden. Jij selecteert met wie je ook sociale familie bent. Dat noem ik familie. Kijk, mijn moeder komt uit een gezin van 14 kinderen. Die hebben allemaal gefokt. Dus ik heb honderden neven en nichten. Denk je nog werkelijk dat ik de tijd heb om met al die neven en nichten om te gaan? En als ik, de meeste ken ik niet eens, want ze zijn allemaal verspreid gaan wonen, want veel Surinamers zijn, weet ik, verdreven, wonen overal en nergens. En ik heb dus gewoon een paar neven en nichten geselecteerd met wie ik het goed kan vinden. En verder heb ik, zoals ik noem, een familie gecreëerd. Familie is een family of friends, een familie van dus goede vrienden die voor mij als familie, als bloedverwanten fungeren. En daarnaast heb ik ook collega's. Mensen die ik via het werk heb leren kennen en waar ik bevriend mee ben geraakt. Dus familie en collega's en die vormen mijn de hondenmand waar ik mij kwispelend in terug kan trekken. Ik heb, mijn moeder heeft mij op mijn 14e leren mediteren. Die heeft mij op een cursus TM gestuurd, transcendente meditatie. Ja, die was hip in Suriname. Dat was toen hip, maar ze zei, Ajit, als je nou leert mediteren, dan vergeet je de dronken buien van je vader. Dan kun je dat direct van de harde schijf missen. Je vergeet het niet echt, maar je kunt daar dan wel mee dealen. En dat is ook zo. Ik ben onderweg naar Ajit Barkas, de praatgrage trendwatcher. En ik wil het vanavond overal met hem over hebben, behalve over trends. En ik ben heel benieuwd of me dat gaat lukken. Ajit, ik neem altijd een beeld mee bij dit programma. Ik zie het. Maar dat was hier niet echt nodig, hè? En het is al vol. En bovendien heb ik een broertje van hem daar staan. Maar wat doen al die beelden hier? Nou ja, die zijn deel van de entourage. Ik reis heel veel en ik... dat zijn niet mijn souvenirs. Maar ik koop dingen die mij raken. En dit beeld, dat zag ik in Friesland, in Leeuwarden. Want dat is een Jezusbeeld? Dat is een Jezusbeeld, dat zag ik in Friesland. En dat vond ik een hele mooie, verstilde uitdrukking hebben. Bijna Boeddha-achtig. Want ik heb ook een aantal Boeddha's. En hier achter mij staat Maria? Ja, ik zie toch nog niet snel iemand van de EO met Maria als op de achtergrond. Nou, dat wordt een mooi shot dan. Vind ik wel leuk. Maar precies hetzelfde. Diezelfde winkel in Leeuwarden. Maar die had hem gekocht in Frankrijk. En hebben we hier nog een altaar? Dat is een Japans tempelaltaar met inderdaad een Boeddha erin. Ja. Ja. Dus het is een heel gezin waar je in terecht bent gekomen. Alleszins godsdienstig.
Nou, alleszins spiritueel, zullen we zeggen. Of hutspotgod. Dat is ook een trend. Alleszins spiritueel. Ja. Ben jij gelovig opgevoed? Ja, ik kom uit een gemengd gezin. Mijn vader was moslim, mijn moeder was hindoe. Ze waren onderwijzers op dezelfde school. Ze werden verliefd op elkaar. In Suriname, in Suriname. Ja. Ze werden verliefd op elkaar en dachten, ja, twee geloven op één kus, dat wordt wel ingewikkeld. En zeker ook als ze kinderen zouden gaan krijgen, want wat zou moeten gebeuren. En het aardige was, ze gingen toen alle kerkgenootschappen in Suriname langs. De protestanten, de katholieken, de joden. En ze hebben er wel wat daar? En ze hebben er nogal wat daar, precies. En ze hebben allemaal gevraagd, wat is uw geloof? Beschrijf dat ons. Wat is uw verhaal? En waarom zouden wij ons moeten bekeren tot uw geloof? En toen hebben ze dat afgewogen. En uiteindelijk vonden ze dat de Nederlands hervormde dominee het meest overtuigend was. En toen gingen ze er ook helemaal voor. Jij bent echt hervormd opgevoed? Wij zijn echt, ja, met de Bijbel, met de zondagsschool. Ik heb het allemaal geleerd. In Suriname? In Suriname. En landde dat een beetje bij Ajit? Op zich wel. Kijk, die Nederlands hervormde kerk was wel een beetje stijfjes. Die was ook heel sober, heel wit. Dat was mij iets te... De katholieke kerken die waren wat barokker. Dat zou ik leuker hebben gevonden. Maar ik vond het wel interessant. Zondag was in Suriname in die tijd een hoogtijdag. Dan ging je echt... Iedereen ging uitgedost. Iedereen? Ja, iedereen ging uitgedost naar de kerk. Piekfijn gekleed naar de kerk. Het was ook een ontmoeting met allerlei mensen uit de samenleving. Ook de kleine Ajit ging dan op zondag mee. Ging braaf met papa en mama mee. In een mooi pak. Ja, keurig opgedirkt naar de kerk. Maar zou je jezelf een gelovig jongetje noemen in die tijd? In die tijd wel. Bad je 's avonds voor het slapen gaan? Ja, maar dat moest ook. Papa en mama stonden met het liniaaltje klaar. Bidden voor het eten. Okay. Nee, ja, bekeerlingen zijn altijd wat fanatieker in de leer. Hè. Als mensen net bekeerd zijn, dan wordt het wel helemaal erin geramd. Maar dat veranderde toen mijn vader alcoholist werd. En ja, wij dan lagen te bidden en heel gewelddadig. Het is natuurlijk heel lang geweest dat ik... Zo, door het alcoholisme van mijn vader dacht ik, moet er in de buurt van blijven. Want ik heb vast ook dat alcoholgen van mijn oma en mijn vader. Dus als ik eraan begin, dat ik dan geen maat zou kunnen houden. Maar ik drink nu een jaar of 12, 15 jaar drink ik nu wel. En ik kan wel maat houden. Dus je zult mij niet dronken in de goot vinden op straat. Het grappige ik wil wel mijn decorum behouden. Ja, hetzelfde wat jij hebt, had en ik Finkel zei altijd, Ajit, als jij te veel drinkt, val je in slaap. Dus dat is wel waar. Alcoholisme komt onder Indiërs heel veel voor. Dus dat is echt een heel groot probleem. Dat wist de kerk ook, wist de dominee ook, want die kwam ook op huisbezoek. En er werd nergens over gepraat. Het hele toneelstukje, iedereen opgedirkt en wat dan ook, werd allemaal gespeeld. En dan zie je ook van het toneelstukje gaat door. Je bidt in de hoop dat het verandert. Het verandert niet. Dan denk je, nou, dan vervaagt dat. Toen vervaagde op een gegeven moment ook de bezoeken aan de kerk. Over welke leeftijd spreken wij? 12, 13. Want toen was je vader ook richting jou gewelddadig? Nee. Hij sloeg jou? Ja, en mijn moeder. Okay. Vooral mijn moeder. Die was echt het slachtoffer. Maar jij dacht, ik ga het aan God vragen of hij het op wil lossen? En dat deed hij niet. En dat deed hij niet. En later heb ik ook wel wat meer over gelezen. Want ik heb ook nooit begrepen waarom mijn moeder bij hem bleef. Ik denk, man, je slaat, dan ga je toch weg. Ja. Maar ja, een alcoholist en zijn vrouw, het houdt wel elkaar in stand. Ik heb er later wat meer over gelezen. Ja, het is toch een soort rare symbiose. Maar goed. Dat is voorbij. Op een gegeven ogenblik, later begreep ik het ook wel. Ik bedoel, in die milieus wordt nooit gepraat over emoties. Wordt nooit gepraat over waar je echt mee zit. Dus waarschijnlijk heeft die man allerlei hang-ups gehad waar hij niet over kon praten, waar hij nergens mee terechtkomt. Gaat dan zuipen, raakt dan helemaal buiten zichzelf het zal. Ik heb het hem ook wel vergeven. Het is achter mij. Ik heb is het goed gegeven. Gekomen tussen jullie? Nee, dat is nooit meer goed gekomen. Dat niet. Ik ben op mijn 18 uit huis gegaan. Hij is 2 jaar geleden overleden. Ik ben wel voor de begrafenis geweest, omdat mijn moeder dat graag wilde. Om haar tot steun te zijn. Met hem had ik niet zoveel. Want zij is nooit van hem gescheiden? Ze is altijd bij hem gebleven? Nee, ze is altijd bij hem gebleven. Maar ja. En jij bent nooit meer teruggegaan om met hem te praten ook? Nee. Echt niet? Nee. Oh. Nee. Maar als ik klaar ben, dan ben ik ook echt klaar. Dat is je vader? Dat zal. Wat ik bijzonder vind, sinds wij bevriend zijn geraakt en wij waren beide hadden last dat we minder onbekend zijn, kwamen er mensen naar me toe en die zeiden, ja, ik ben een neef van Ajit. En die kwamen dan altijd met een hele hoop gelul over je. Ja. En zoals je eerste man, een zus, die komen ook tegen en die komen met een bak negativiteit. Omdat je keihard kan zijn tegen mensen. Ja, dat ben ik ook. Absoluut, ja. En, maar dan hebben ze het ernaar gemaakt. Maar heb je er nooit last van? Nee. Doordat ik zo hard kan zijn,
Doordat ik heel veel dingen van de harde schijf kan wissen, kan ik makkelijk verder met mijn leren. Leest u nou, meneer Bokas? Het is een stuk over revival van boeddhisme in Azië, waarbij ook jonge mensen nu toch weer die dat bladgoud gaan kopen en plakken op die boeddhabeeld. Vind ik het grappig, want je ziet ook in Europa dat heel veel dingen van vroeger terug beginnen te komen, oude ambachten en dat soort dingen. Bijvoorbeeld in de mode- en designdingen zie je dat mensen ook weer de oude technieken voor weven of tapijten knopen worden weer hergebruikt. Daar staat even verderop Jezus. Hier, daar staat Maria. En daar Piggy. Zo hebben we Boeddha-beelden, het is een amalgaam. Maar dat is de wereld van vandaag natuurlijk ook. Ik bedoel, de 21ste eeuw is een wereld waarin al die dingen samen zullen gaan. En dat is prima. Die meneer Bakas kan helemaal geen keuzes maken. Jo, die kan uitstekend keuzes maken. Die maakt er een gezellige hutspot van. En dat is ook een klassiek Nederlands ding. Dit is Shiva, de god van de vernietiging en van de wederopbouw. Deze is 1000 jaar oud en ik vind het ook zo'n sensueel beeld. Dit is maar, sensueel? Ik vind hem heel erotisch beeld. Het is prachtig vormgegeven, 1000 jaar geleden. Is dit ook een plek waar u bijvoorbeeld op die zondag ontspanning vindt? Ja, dit is precies. Het is ook op het zuiden, dus je hebt de zon. Het is een hartstikke lekker plekje. Zondag type bent u ook, toch? Ja, en koffie bij, of thee, krantje bij, ja. Of dan ook eens bellen met vrienden, of mijn moeder in Suriname, mensen die je inderdaad dan weer eens wil spreken, ja. Ajit heeft me in Suriname ingewijd. We zijn er verschillende keren geweest. Ik ben in verschillende delen van het land geweest. Ik denk niet dat ik er zou willen wonen, maar het is zo'n fascinerend land met zoveel culturen die het toch redelijk met elkaar kunnen vinden, ondanks het zware racisme dat je ook in Suriname hebt tussen alle bevolkingsgroepen. Maar ze blijven het met elkaar vinden. Het eten is lekker, ze maken er plezier, ondanks de nu erg zware economische omstandigheden ook. En ook corona is daar veel erger dan hier. Maar ik blijf het een fascinerend land vinden. Reis met ons mee in ons boek Oude Wereld, Nieuwe Wereld. Bijna alles wat hier staat hebben we samen gekocht op onze reizen. Dus het is eigenlijk ook een museum voor de 25 jaar dat we bij elkaar waren. En ik ben dankbaar dat elke dag dat ik de koeienogen opensla, ben ik dankbaar dat ik überhaupt leef. En dat ik in dit mooie huis en in dit fantastische land mag wonen. Deze beelden, die zijn 2000 jaar oud, die komen uit China. Die worden stickmen genoemd, die komen uit graven. Dit zijn snuifdozen voor de opium die de vrouwen in Shanghai gebruikten. Dit schilderij hebben we gekocht in India, in Calcutta. Calcutta, dat heet tegenwoordig Kolkata, dat is de culturele hoofdstad van India. Er komen heel veel goede schilders vandaan. En het lijkt alsof deze fluitspeler uit de muur komt. Je hebt een aantal delen, Ajit, waarom ik je kan vermoorden. Maar dat zijn tegelijk een aantal dingen waarom ik vol bewondering naar je kijk. Je levenslust, je vermogen om je eigen realiteit te creëren. Jij bent een van de weinige mensen die het bombastische als normaal kan doen. Hè? Want normaal zou dit kitscherig, klaterig goud zijn. Je bent gek, dus denk je, dat is kunst. Je bent een intelligente man, waar komt de drang naar het uitvergroten vandaan?
ik vind het gewoon leuk om in mijn eigen sprookjeswereld te leven. Dus dit is mijn sprookjespaleisje. Dit soort huizen in India gezien, daar heb je langs de zijderoute heb je van die koopmanshuizen, van al die kooplieden die langs de zijderoute handel dreven. Die heten allemaal Havelis. En die Havelis, daarom heet dit huis heet Haveli Ahava, het huis van de liefde. En die huizen staan nog verder dan dit, overal. En dat noemen ze wonderkamers. In het Duits heet dat wonderkamers. Een wonderkamer, dat is een kamer die volgestouwd is met wonderen uit de wereld. Wonderbaarlijke kunsten uit de hele wereld. Duitsers hebben dat ook, vooral in Beieren. Finkel, mijn tweede man, kwam uit Beieren. Dus die vond het ook wel leuk. Die zei, kijk, het is echt een Beiershuis. Kunst raakt je, hè? Althans niet alle kunst. Maar het is de bedoeling van kunst dat je raakt. Want waarom zou je anders kunst maken? En je kunt er vrolijk van worden of bedroefd van worden. Of je kunt er in de war van raken. Of je kunt er boos om worden. Of je kunt het gewoon heel mooi vinden. Dat is de functie van kunst. Arjit en ik verzamelen ook kunst omdat het ons raakt. En er is wel eens iemand die heeft onderzocht. Naar kunst kijken heeft hetzelfde heeft dezelfde positieve werking als verliefd zijn of houden van iemand. Nou, dat is 25 jaar geleden, nu precies 25 jaar geleden, in de Amsterdamse uitgaanswereld. Ja, want toen had je nog geen Grindr of Tinder. Dus toen moest je elkaar echt in levende lijven ontmoeten. Wij zijn hoogbejaarden. Ja, nou eigenlijk vrij snel. Want ik zag Ajit en ik dacht, oh, wat een lekker ding. En hij dacht volgens mij hetzelfde van mij. Dit is het eerste beeld dat ik van Finkel cadeau kreeg. Dit is de god Shiva. De hindoe god voor vernietiging en wederopbouw. Deze is 1000 jaar oud. Komt uit Cambodja. Uit Angkor. En het is echt een heel erotisch beeld, heel sensueel. Moet je kijken er rond en kijk mijn buikjes er ook allemaal nul in. Helemaal goed. Je zegt het tussen neus en lippen door. Maar de eerste beroerte kreeg je 5-6 jaar geleden? 2017. Mei 2017. 6 jaar geleden. Ja. Okay. Tijdens een lezing bij de Belastingdienst. Op het podium en toen plotseling begon mijn hand. Ik kreeg een enorme hoofdpijn en begon mijn hand te trillen en verloor mijn aantekening en viel op de grond. En toen hoorde ik iemand nog luidkeels roepen, hersenbloeding, pak hem op. En toen hebben ze, het voordeel van een lezing voor ambtenaren is, er zit altijd eentje bij die het EHBO-cursus heeft gevolgd. Dus die heeft me toen gered en later zei hij tegen me, dead men don't pay tax. Ik heb het ook gedaan om mijn eigen de Belastingdienst heeft humor. Ik heb het gedaan om mijn eigen baan te redden. Maar daardoor hebben ze me opgevangen. Maar het was op het ministerie van Financiën. En dat was een harde betonnen vloer. Als je daarop was gevallen, dan was ik direct dood geweest. Ze hebben me opgevangen. Ze hebben voorkomen dat mijn hoofd op de grond kwam. Ze hebben direct de ambulance gebeld. Ik werd direct aan de zuurstof gezet. En daardoor heb ik het overleefd. Want dit was een hele zware hersenbloeding aan de rechterkant van mijn hoofd. Daardoor ben ik links verland. En ik raakte in coma. Daarna hebben ze het ziekenhuis de coma nog verlengd. Zodat ik wat eerder kon herstellen. Maar gelukkig was de hersenschade reparabel. Oké, dus jij hebt dat infarct gehad. En je neemt dan op een gegeven moment de fysio-uren van je medepatiënten over. Maar waar haal je dan die motivatie vandaan? Dus ik lag op mijn ziekenhuisbedje, kon ook niet bewegen. En ik deed de ogen dicht en ik ging fantaseren dat ik op een strand lag in Bali, op Bali of ergens anders. Of dat ik thuis lag op de bank. En toen dacht ik, en toen ging ik daarnaar verlangen.
Ik dacht, ja, als ik mezelf wil bevrijden uit dit ziekenhuisbed, dan moet ik daarvoor gaan werken. Ik was hele linker helft was, is nog steeds verlamd. Maar ik kan nu alweer weer wat bewegen. Dus kijk maar, dus dat gaat altijd wel. Maar van beide ogen was de linker helft blind. De linker helft. De rechts was heel raar dat van beide ogen de linker helft blind is. De linker helft van mijn keel was verlamd. Dus ik kon niet slikken, ik kon ook niet eten. Ik moest zonder voeding hebben. En later, als ik een rijsttafel wilde, dan moest ik gewoon door een rietje wat pindasaus slurpen en de rest erbij fantaseren. Dus het was echt vreselijk. En ik dacht, jongens, dit wil ik niet de rest van mijn leven. Op 5 oktober 2017 zou Ajit zijn lezing houden bij VZVZ. Dat hadden we een jaar ervoor afgesproken. Alleen een paar maanden voor 5 oktober kreeg Ajit opeens 2 hersenbloedingen. Het ging echt niet goed met hem. Alleen hij zei dat hij bleef vechten om ervoor te zorgen dat hij absoluut die lezing kon geven. Want dat wilde hij doen. Ik had het niet verwacht, maar het lukte. En op 5 oktober in een zaal van 200 mensen kwam hij heel langzaam naar voren lopen, klom het podium op en hield een fantastische lezing. En heel wat artsen in de zaal waren verbaasd over het feit dat hij daar stond. En er was er ook eentje, moet ik eerlijk toegeven, die zei tegen mij van: Anton, dit had je niet kunnen maken. Dit is gewoon misbruik maken van patiënten. Maar Ajit had er zoveel plezier in en deed het zo geweldig dat het de moeite zeker waard was. Omdat jij mij altijd vrolijk maakt. Als ik word vrolijk van jou. Als jij bij mij binnenkomt, komt er altijd gewoon een wolk positieve energie en binnen. En dat ook als ik me ziek voel, ook als ik ziek ben, of ook als ik. Ik vind het altijd gezellig als jij. Je bent gewoon en je hebt een goed hart. Je bent een. Kijk, ik heb natuurlijk, als je een BN'er bent, trek je ook heel veel mensen aan van plastic, zoals ik dat noem. Die alleen maar afkomen op je naam en wat dan ook. Maar als het slecht met je gaat, komen de ratten uit hun holen. Maar soms zitten de grootste ratten dicht bij je in de buurt. Na mijn hersenbloeding en nadat er geconstateerd was dat mijn man vinkhoekkanker had, was het mijn vorige zakenpartner, ene meneer Jan H., die in 30 jaar tijd meer dan 1 miljoen aan mij had verdiend, die dacht van nu zie ik mijn kans schoon en die roofde de rekening leeg, die eigenlijk bedoeld was om het bedrijf te laten draaien in de tijd dat ik ziek was. Dus iedereen die nu kijkt, let op. Als het slecht met je gaat, komen de ratten uit hun holen. Wij hebben gewoon een connectie die, en dat is eigenlijk al vanaf het begin, die gewoon van hart tot hart gaat gewoon. En je bent gewoon een goed mens. En in tijden dat het mij slecht ging, en ik ben een handelaar in mooie woorden, dus ik weet ook heel goed hoe relatief dat zijn. Maar ik weet nog dat ik toen ik echt zo zwaar aan de grond zat, dat jij mij gewoon geld hebt geleend. En dat is vriendschap, dat je gewoon, dat je dat dan doet. En dat je er ook geen rente voor wilde hebben. Dat is zo meer gek. Als ik het bij de bank neem, moet ik rente betalen. Nee, maar je bent mijn vriend. Maar dat vind ik hoef er geen geld aan jou te verdienen. Ja, nee, maar dat vond ik gewoon. Maar dat is, ja. Dat vind ik, dat is vriendschap. Oh, dat wist ik helemaal niet, dat je dat zo. Dat, niet dat, alleen woorden zijn, maar dat het ook daden zijn. Oh, dat vind ik wel heel mooi. Weet je dat ik dat. Dat wist ik eigenlijk niet eens meer, weet je dat? Dus mij interesseert het eigenlijk geen flikker dat je zo beroemd bent. Ik vind jou gewoon een hele lieve man. En ik waardeer het enorm dat. Als ik iets wil weten of als er wat is of als ik ergens hulp nodig heb of wat dan ook, dan help je mij ook. Dan, en dat doe je ja, met andere dingen dan ik jou kan helpen. Ja. Want ja, jij hebt nou helemaal een ander leven en een ander netwerk en jij kent andere mensen. Maar dat vind ik echt super, super, super fijn. Dat is echt heel, dat voelt heel goed. Nederland is een van de gelukkigste landen ter wereld. Toch heeft 1 op de 5 volwassenen last van een psychische stoornis, zoals een depressie, extreme angstklachten of een alcoholverslaving. En trendwatcher Ajit Bakas schreef er een boek over, Kopzorg. Ik heb hem hier, komt volgende week uit. Nou heeft u zelf ook een kleine dip gehad in het afgelopen jaar. Geen depressie voor de duidelijkheid. Het woord wordt een beetje misbruikt. Hè? Als mensen inderdaad een beetje met verkeerd been in het bed stappen, roepen ze ik ben depressief vandaag. Nee, een dip dus voor de duidelijkheid. Maar u kreeg
toen heel veel bonbons van mensen. Chocola. Dat pure chocola helpt. Maar ik lag dus in het ziekenhuis en iedereen kwam met bonbons. En totdat mijn man op een gegeven moment een bonbonstop afkondigde. Die zei, je wordt veel te dik. Je wordt zo gelukkig van bonbons. Ja, nou, maar het is natuurlijk een heel serieus probleem. Ontzettend veel Nederlanders die daar last van hebben. Wat is nou eigenlijk de oorzaak dat er zoveel mensen problemen hebben? Nou, het komt gewoon doordat we onze stressmanagement niet goed doen. We zijn te gestrest en we gaan daar te slecht mee om. We slapen ook slecht. We zitten de hele tijd op de telefoon en dat heeft er ook mee te maken. Mensen moeten gewoon dat zelf beginnen beter op te pakken. Ik doe veel in Azië, dus ik heb drie tijdzones. Ik laat dat kring in de badkamer maar opladen. Nu hebben jullie het allebei al even over je partner gehad. Want dat is ook heel belangrijk, hè? Dat Tuurlijk. Je een partner hebt. Dat maakt ook gelukkiger. Dat is ook wel zo. Er zijn, hoewel, ik ken ook wel gelukkige singles. Hoor, maar zeker, op zich, nee, dat voor de duidelijkheid. Maar de liefde helpt wel, inderdaad. Het kan de liefde zijn van de partner, het kan de liefde zijn van de hond. Het kan van goede vrienden zijn. Nee, maar dan leg je daar in dat ziekenhuis. En ongeveer dezelfde tijd krijg je dat Finko kanker heeft. Dat was die tijd. Dat was die tijd. Dus toen ik uit het ziekenhuis kwam, moest hij erin. Want toen bleek hij kanker te hebben. Ja. En toen bleek al je meditatie en de dingen naar je hand zetten niet. Want ik heb je nog nooit zo kapot gezien als toen je hoorde dat Finko kanker had. Maar vergis je niet, Prim. Ik ben 25 jaar met Finko geweest. De helft van mijn leven. Die man was gewoon, wij waren gewoon helemaal vergroeid met elkaar. Dus daar was ik inderdaad echt kapot van. En hij was degene met wie ik ook altijd sparde, ook over mijn boeken, ook over mijn lezingen. Hij was ook een beetje de wind beneath my wings. Maar toen ik 20, 30 jaar geleden voor het eerst begon met lezingen, dat was net de tijd dat wij elkaar leren kennen. Rob, 2003, 2002. Daarvoor deed ik het nooit en hij speechte heel vaak voor zijn werk. Dus hij heeft me daar ook enorm bij geholpen. Storyline van Boys and Top, hoe speel je met het publiek? Ik heb ook wel een speech coach gehad, Katie ten Broeke. Die heeft me ook echt geleerd met body language. Hoe doe je het gewoon dat je hele lichaam meespreekt en dat het publiek meekrijgt? Maar hij stond dus, toen ik hem leerde kennen, was ik gewoon nog geen BN'er. Dus toen begon ik. Lieve mensen, een leeuwendans is iets voor een heugelijke gebeurtenis. En dat is het voor Ajit en mij. 20 jaar getrouwd, het is niet niks, maar onder jullie zijn er die al langer getrouwd zijn. Dus zo'n prestatie is dat niet. Althans, niet voor Ajit. En hij heeft me zo geholpen, zo gesteund. Binnenkort, de toekomst is nu. Betalen met je vingerafdruk. Vliegende auto's tegen de file. Een nieuw hart gemaakt van je eigen cellen. Camera's die door muren heen kunnen kijken. Draaiende wolkenkrabbers. De eerste vrouwelijke spermacel. De mens is slim, het leven wordt makkelijker, maar wordt alles straks wel even leuk. Vanaf komende vrijdag Sven Kokkelman en Ajit Bakas met De Toekomst is Nu. The future is now. Dan nu, Wibbeke, wanneer en waar het ons uitkomt. En een baas die niet meer bazig is. De nieuwste trends op het gebied van werk vastgelegd in dit boek. De toekomst van werk, dat vandaag het licht ziet. En de auteurs van het boek zijn hier Martijn van der Woude en Ajit Bakas. Goedemorgen. Morgen. Hij heeft een boek geschreven over de toekomst van gezondheid. Conclusie? Alles draait om eten. Echt eerlijk eten. Ik heb wel eens geschreven in mijn boek De Toekomst van Gezondheid dat de zorg in Nederland 70% goedkoper kan worden en ook vele malen leuker. En er zijn 10 punten waarmee je dat moet doen. En 1 van de 10 is beter eten. Het beste medicijn is goed en lekker en gezond eten. Als je dat doet, dan krijg je een heleboel ziektes gewoon niet meer. Je laatste boek ligt hier ook voor ons. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Maar allereerst, ik weet dat je een woelige periode achter de rug heb. Hoe is het met je nu? Nou, uitstekend. Slechte mensen gaat altijd goed. Ik kan nog steeds mijn publiek fascineren en inspireren. En dat is leuk om te doen. Maar het is een hele grappige tijd. Ik denk dat we nu echt gaan naar de economie van het geluk. De postmateriële economie. Dat we vooral gaan kijken naar geluk. Een nieuw boek, Ajit, als trendwatcher. Ja. Des vaderlands. Toch, zo mag ik het nog steeds noemen. Ja. Helemaal. En het boek heet Levenslust. Ja. Levenslust, sorry. Ja. Lessen van een levenskunstenaar. Hoe word je een levenskunstenaar? Hoe doe je dat? Nou ja, vooral beseffen dat het leven heel snel voorbij is. Dus er elke dag een feestje van maken. En het niet te serieus nemen, lees ik ook wel eens. Niet al te serieus nemen. Want je overleeft het niet, hè? Nee, vroeg of laat. Jij hebt één keer je vrouw begraven. Ik heb 2 echtgenoten begraven.
Maar die, mijn, man, mijn tweede man is in februari overleden op zijn 61ste. Maar die zei, joh, het is natuurlijk, ik had liever een paar jaartjes aangeplakt. Maar joh, ik heb in die 61 jaar gedaan wat menig 80-jarige niet doet. Dus ik heb een fantastisch leven gehad. Alles gedaan, gereisd, leuk leven, leuke carrière. De liefde. Dus dat is ook mijn boodschap in dit boek. Maar jongens, maak je niet druk over vrouwenkul. Laatst een wethouder in de gemeente en die zei, ja, we moeten het, omdat iedereen nu 130 rijdt, moeten we alle geluidswallen verhogen. Dit soort mensen moet je onmiddellijk verdrinken. Want de auto's maken over 5 jaar geen geluid meer. Alle motoren worden steeds zachter, hybride, elektrisch, steeds zachter. Je hoort er niks meer van. Daar ga je nu zwallen, boy. Je bent gek. En dat is dus wat je ziet. Ik ben mild gestemd vandaag, je hoort het. Meneer Bakhals, u bent een optimist. U bent ook trendwatcher. Ik weet niet wat dat hetzelfde is. U heeft een boek geschreven. Niet altijd. Dat wordt aangeboden aan Nout Welling, de president van de Nederlandse Bank. U gaat naar IJsland. U bent een beroemd man. U kunt van alles voorspellen. Verder, houd er rekening mee. Dat ik had vandaag nog iemand van Merrill Lynch aan de lijn. Die zei, van de 7000 banken valt de helft om in Amerika. En laat vallen, en die andere advies? Laat vallen. Verwacht u dat dat in Nederland ook gaat gebeuren? Ik zou dat het meest verstandig vinden. Ik denk dat je een aantal die te groot zijn, too big, too fail, dat je die wel moet redden, maar dat inderdaad een aantal kleintjes wel gaan vallen. Zit u ook wel eens flink naast, met voorspellen? Tuurlijk. Je wordt geacht zo'n 60-70% goed te halen, maar natuurlijk heb je niet altijd goed. Ik had gedacht dat deze paus uit Zuid-Amerika of Azië zou komen, omdat dat grote groeimarkten zijn voor de katholieke kerk. Het werd een Duitser. Nu heb je veel Duitsers in Zuid-Amerika. Mm. Maar bij sekspoppen hebben we vaak nog een wat ranzig idee van, ja, wat zal dat allemaal? Maar wat je nu ziet gebeuren, en zeker in de branche van de artificiële intelligentie, is men daar enorm mee in de weer om te proberen dat bij elkaar te brengen. Want eenzaamheid is een groot issue. 1 op de 4 Nederlanders noemt zich op dit moment eenzaam. En van dit soort mannen, die dus niet aan de vrouw konden komen, is dat dan toch wel een troost. Het heeft voor een deel ook te maken met het feit dat we ouder worden. Tot 1850 gingen wij in Nederland dood op ons 40ste. Als je op je 20ste je grote liefde tegenkwam, was je 20 jaar bij elkaar. Dat is te doen. Straks worden we 100. Straks worden we 100. Dan zit je 80 jaar met dezelfde partner. Er zijn mensen die dat volhouden, maar je schoonmoeder wordt ook 100, hè? En dat is voor andere mensen. Ik begin met vragen te stellen aan Ajit Bakhas uit Paramaribo. Wanneer heb je het ontdekt bij jezelf? Ja, ik wist het al heel lang, maar echt bezig ermee ben ik nooit echt geweest. Ik had een part-time baan en daar zat een jongen ook en die was ook zo. En tot dan was ik nooit in het homo-wereldje geweest. En hij heeft me dus daarin gebracht en zodoende rolde ik erin. En ja, toen kwam ik dus vanzelf ook met uitpraten en dergelijke. Open zijn. Maar echt veel problemen heb ik er nooit mee gehad. In hoeverre is jouw homoseksualiteit of je homofilie of je moederschap zoals je dat zo seksualiteit, homofilie mag je niet zeggen. Dat klinkt als een ziekte. Klinkt als een voetschimmel. Oké, jouw moeder zijn. Hoeverre is dat jouw leven beschadigd? Het heeft mijn leven een totaal niet beschadigd. Nou, Jit, kom op. Hoe oud was je toen je ontdekte dat je homo was? Ik ben gelijk al in de wieg, toen flirtte ik al met de dokters. Nee, maar als puber wist je al dat je homo was? Ja, natuurlijk wist ik dat. Ja, ik speelde al met de buurjongetjes, speelde al doktertje met de buurjongetjes. Nee, dat. De meeste homo's weten dat echt als ze 4, 5, 6 jaar zijn. We schelen een jaar, jij bent van 63, ik van 62. In Suriname, toen ik 15, 16 was, als iemand een homo was, noemde je een boeler en hij dronk niet eens uit zijn glas. Dus een boeler was, hè, ik was vroeger ook homofoob. Toen ik tiener was, dat kwam door me opgroeien. Dus ik weet in wat voor milieu jij moest opgroeien als homo. We zaten op het lyceum. Jij natuurlijk een paar klassen lager omdat je dommer bent dan ik. Maar goed, we zaten samen. Ik weet hoe de sfeer op het lyceum was. Ik was maar één jongen van wie we wisten dat hij homo was. Maar die jongen was ook te sterk dat mensen hem spot met hem dreven. Maar het was niet gemakkelijk om 14, 15-jarige homo te zijn in Suriname. Hoe ging jij om met die afwijzing door 90% van de mensen? Negeren. Gewoon negeren als mensen te dom waren om in te zien dat ik bijzonder was. Zoals de vader van Dick Tromp tegenover zijn zoontje zei, het is een bijzonder jong en dat is hij. Mijn moeder zei, het is een bijzonder jong en dat is hij. En
kijk, ik was gewoon, ik haalde gewoon van, ik deed het fantastisch op school. Dus dat scheelde. En ik dacht van, ja, weet je, ik doe het goed op school, ik haal goede cijfers. En na mijn middelbare school ga ik naar Nederland en dan kan ik het, daar kan ik wel zijn wie ik was, want ik las alles. Mijn moeder sleepte me elke week naar de bibliotheek om boeken te lezen. Ik was een van de meest belezen tieners. Ik las veel, ik wist hoe het in de wereld aan toe ging, ook geschiedenis en alles. Dus ik wist er al, ik wist zo verschrikkelijk veel. Maar ik keek niet op ze neer, ik gebruikte dat als onderhandelingsmiddel. Kijk, je wil een soort docu maken omdat je 60 wordt. Maar het moet geen hagiografie worden, toch? Het is niet alleen maar halleluja. Je hebt ook tegenslagen, je hebt ook moeten kruipen. En je hebt genoeg hele likkers in deze documentaire. Ik heb je ook op depressieve momenten meegemaakt. Ja, bij geen enkel mens is het allemaal halleluja. Het gaat natuurlijk altijd met ups en downs. Dat is het hele leven. Mijn huwelijk met Finkel was ook met ups en downs. We hadden ook onze minpuntjes. Ik was bijvoorbeeld niet gelukkig met zijn kind. En ik kan niet goed met katten en met kinderen. Dus ik ben homo geworden omdat ik geen hetere problemen als kinderen of een dak wil hebben. Dus ik zei, waarom heb je godsnaam een kind gemaakt? Je had een hond moeten nemen. Het is veel makkelijker. De hond is altijd blij te zien. Die hond kwispelt altijd. En daar heb je geen hibbies mee, zoals dat in het Surinaams noemen. Alsjeblieft. Dank je zeer. Ajit, ik wil je buitengewoon dank zeggen, want dit is het einde van de privacy. Ik ga direct daarin kijken. We hebben natuurlijk wel mensen zoals jij nodig. Mag ik zeggen, orakel van Delphi. Iets dichter in de tijd Nostradamus. Maar met zonnebankjes. Met zonnebankjes. En nu Erwin Krol. maar we hebben Ajit Bakas. En dat is natuurlijk een trendwatcher. En die hebben we nodig om lijnen in de samenleving aan te geven die wij nog niet direct zien. Die kunnen wij voor ons beleid goed gebruiken. Daar ben ik je altijd dankbaar voor. En de wijze waarop je het presenteert ook, die is altijd onaanvolgbaar. Ik heb wel eens eerder toekomstanalyses van uw hand gelezen en ben altijd getroffen door de diepgang en de trefzekerheid van die analyses. Dus ik zal dit zeker met erg veel belangstelling lezen. Ik ben Ajit Bakas en ik ben Trendwatcher. Op 20 april spreek ik voor SDU op de beurs Overheid en ICT over de toekomst van sociale media in het overheidsbeleid en in de overheidscommunicatie. In hoeverre gaan sociale media helpen de feedback van de burgers over de overheid en de manier waarop de overheid werkt te verbeteren? Of gaan social media juist helpen de overheid verder te laten eroderen? Wil je er meer over weten en daarover discussiëren? Kom de 20e naar SDU op de beurs Overheid en ICT. Ik verzamel allerlei nieuwe dingen die eraan komen. Bijvoorbeeld Silicon Valley, spot met de crisis. Omdat er ongelooflijk veel innovaties komen op IT-gebied. Hier, ballonnetje in de rug. Iemand die inderdaad een bochel heeft, kan straks weer rechtop gaan lopen. Hier, dankzij... Trendwatcher Ajit Bakas houdt alle nieuwe ontwikkelingen bij en denkt juist dat er nog spannende tijden aankomen. En hier ook, deze mensen, ook gehandicapt, kunnen weer lopen en rennen. Oké, zo af en toe vermoord je dan je vriendin, maar dat is een detail. Dankzij inderdaad nieuwe manieren, volumes, weten we precies de chemische routekaart van de mens. En kunnen we gezondheid veel beter, dankzij goede voeding, veel beter gaan monitoren. En dit is zo, alleen al van de afgelopen paar weken? Ja, en er komt zo verschrikkelijk veel aan. Het is een tijd van grote innovaties. Hoe ga jij nou te werk? Want je bent trendwatcher. Ja. Geen helderziende. Hè? Dat nee, is, nee, de glazen bol nee. Maar hoe weet je nou dan toch of iets een trend wordt? Nou kijk, je begint met je intuïtie. Je denkt van, volgens mij denk ik dit of dat gaat gebeuren. En dan ga ik er bewijslast bij zoeken. En dan ga ik samenwerken met onderzoekers, met universiteiten, met bedrijven. Om te proberen erachter te komen wat er allemaal aan de hand is. Ja. Dus toen ik bezig ging met het boek The Future of Food, ben ik natuurlijk naar de Universiteit in Wageningen toegestapt, want dat is toch ons foodcentrum, een kenniscentrum. En dan kom je echt met briljante mensen in gesprek die allemaal dingen aan het ontwikkelen zijn. Er komt straks een tomaat waar je niet dik van wordt. Mm-hmm. Er komt straks een medicinaal ei die blindheid voorkomt. Allemaal briljante dingen die heel veel mensen gewoon nog niet weten. Hoe het publiek te verleiden, daar zijn deze ondernemers naar op zoek. Hun omzet staat onder druk en die druk zal groter worden.
De mensen willen elkaar ontmoeten. Mensen willen weer warmte. En dat kun je in die horeca vinden. Als die horeca zich gaat neerzetten als de huiskamer voor Nederland, dan hebben ze een goede kans. Laten we het vandaag eens gaan hebben over werk. Over veranderingen die er nu aan de hand zijn op die arbeidsmarkt. Ik ben de afgelopen maanden op tournee geweest voor Adecco, het grootste uitzendbureau ter wereld. En dan zie je toch al een paar dingen met al die zalen, met iedere keer honderden en honderden HR-mensen, wat er nu een beetje aan de hand is. In het jaar 2002, dus dat is nu zo'n 10, 11 jaar geleden, had in Nederland nog 72% van de bevolking een vaste baan. Vandaag, dat zijn de cijfers dan van 2012, maar dat geldt ook voor nu, is dat teruggevallen tot 55%. Dus waar 10 jaar geleden nog 72% van de bevolking een vaste baan heeft, is dat nu 55%. Dat betekent dat al bijna de helft flexwerker is, freelancer, zzp'er of ga maar eens door. Dat is echt een revolutie in die arbeidsmarkt. En ik denk dat het de komende jaren nog verder door zal gaan. Altijd feestjes vieren. Heel goed. De E van economie is ook de E van emotie en de E van energie. En dat geef je ook aan elkaar. Meneer Bakas, u heeft net toch een beetje een pep talk gehouden voor een IT-publiek. Heeft u het gevoel dat die pep talk nodig was? Voor een deel wel. Als je nu kijkt naar al de incidenten op IT-gebied bij de banken. En vanochtend zie je dat mevrouw Nelly Kroes, de eurocommissaris voor IT, de banken op hun kop geeft over IT-beveiliging. Terwijl ik denk dat ze best heel veel goeds doen. Maar dat er wat andere problemen zijn. Dat de IT'ers en de commerciële mensen bij de banken elkaar niet kennen en ook niet begrijpen. En die commerciële mensen bedenken allemaal bankproducten. Gooi het over de heg bij IT, zeg regel het even maar. En binnen 2 weken, want de reclamecampagne staat al klaar. En die mensen hebben geen idee. En dan wordt het met plakband gedaan en dan is het dus veel kwetsbaarder en makkelijker te hacken. De consument verdomt het om zijn zaken goed te beveiligen, zelfs zijn smartphone. Het volgende jachtterrein voor de hackers, ze beveiligen helemaal niks. Je moet ze de kost geven die als code 0000 hebben of 1234. Onvoorstelbaar. Ik vroeg het aan de mensen van politie en justitie. Die zeggen, we weten mensen die een kluis in huis hebben, gewoon een fysieke kluis voor hun juwelen. 99% heeft de code van de kluis in de kamer waar die kluis staat. Er zitten heel veel zwakke plekken in. Er is nu markt voor een internet 2.0. En heel veel beslissers over IT hebben er geen verstand van. En dat komt doordat die werelden elkaar niet begrijpen. En ik vind dat die werelden elkaar beter moeten leren begrijpen. En ik vind dat zij daarmee moeten beginnen. Zo half, rond een uur of 2, 3 die middag kwam ik binnen op kantoor. En kort daarna belde hij op. Ik zat hier op mijn kamer. En toen belde Sjoerd en die zei van... En ik zei, goh, hoe is het? Wat zei de dokter? Wat is er gebeurd? En hij zei, schrik niet. Ik lig in het AMC. Oh jee, het is mis. Je gaat niet voor iets kleins plotseling naar een ziekenhuis. Je wordt niet, zeker toen hij verteld had dat hij naar de uroloog ging en dat die hem onmiddellijk naar het AMC doorstuurde, dan dacht ik, dit kan niet goed zijn. Er is iets mis, er is iets aan de hand. En wat? Ik weet het niet. Maar ik dacht inderdaad gelijk aan kanker of AIDS of wat anders. Maar in elk geval een hele ernstige ziekte. Je hebt 2 grote liefdes verloren. Ja. Ik vertel daar eens over. Nou, mijn eerste grote liefde was Sjoerd. Ik was met hem samen van mijn 21ste tot mijn 29ste. En hij was 15 jaar ouder dan ik. Hij was niet alleen mijn minnaar, hij was ook mijn beste vriend. Hij was mijn zakenpartner. We zijn samen dit bureautje begonnen. Hij was ook mijn coach en mijn mentor. En ik heb heel veel van hem geleerd. In die vakantie kreeg hij pijn in zijn botten. Hij dacht eerst, het kwam door de lange vliegreis. Hij had heel lang niet gevlogen. En, of de lange afstand. Of, uh, of
of wat dan ook. Of misschien de verkeerde beweging. Of te lang gezeten in een vliegtuigstoel. Of wat dan ook. Eigenlijk hebben we onszelf voor de gek gehouden. Want botpijn. We wisten natuurlijk precies dat als prostaatkanker uit ging zaaien, dat het via de lymfeklier naar de long, naar de botten zou gaan. Terug in Nederland. Gingen we naar het ziekenhuis. Werden er opnieuw foto's gemaakt. Telefonisch werd Sjoerd een week later meegedeeld dat er sprake was van uitzaaiingen in de botten en dat hij geen 2 maanden meer te leven had. Ajit was over deze wijze van benaderen zeer ontstemd. Ik heb het medisch dossier opgeëist. En ik heb via onze nieuwe huisarts een afspraak gemaakt voor een second opinion in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Hij heeft mij gemaakt tot de man waar Finkel 5 jaar na zijn dood verliefd op werd. En daarna ben ik 25 jaar met Finkel samen geweest. Die is nu net 1 maand of 5 dood. En natuurlijk is dat naar als je 2 keer een grote liefde verliest. Dat heb je zelf ook meegemaakt. Maar ja, ik heb dus bij elkaar 8 plus 35. Ik heb 33 jaar, ben ik bemind en heb ik bemind. Weet je hoeveel mensen dat überhaupt nooit overkomt? Ja, dat is waar. Dus dit is al fantastisch. Dus ik ben al helemaal blij dat ik dit al heb meegemaakt. Ik zag hem staan bij de bar en hij hield het kopje scheef. En dat weet hij. Dus als hij het kopje scheef houdt, dan doe ik alles wat ik wil. Hij hield het kopje scheef en hij keek naar me. En ik was een beetje ijdel. Ik had in die tijd nog een bril met shampoosglazen. Maar ik dacht, ik ga even die bril niet opdoen. Dus ik zag het niet heel scherp. Dacht ik, wandel naar hem toe. Ik ga me netjes voorstellen. Want mijn moeder zei altijd, aan vreemde mannen moet je eerst voorstellen. Dus ik liep naar hem toe. Ik stak mijn hand uit om hem voor te stellen. Hij trok me naar zich toe. Ik begon me gelijk vol op de mond te zoenen. Dus ik dacht. Wat ik dacht was, nou, hij ziet er lekker uit, maar misschien vind ik hem niet meer leuk als hij zijn mond open doet en er geluid uitkomt. Dus ik begin maar meteen met zoenen, dan heb ik dat tenminste binnen. Misschien komt er ooit weer één. Nou fijn, zo niet, dan ga ik met een paar toyboys gezellig troostseks tot op mijn oude dag. En dan vind ik het ook allemaal leuk. Ik hoef niemand iets na te laten, ik heb geen kinderen. Dus mijn chihuahua is de erfgenaam. En die wil alleen voldoende hebben voor zijn hondenbrood. Net als de poes van Laagveld. Ja. Hij is mijn rots in de branding. Hij is rustiger en geordelijker dan ik. Zijn familie van vaderskant komt uit Duitsland. Dus ik noem hem ook mijn huismof. Want hij is van de puntlich en grondlich. En ik ben meer op de afdeling chaos. De Latino die er inderdaad een beetje rondhupst en doet. Dus hij is mijn rots in de branding. Het duidt aan 3 plichten van de man en 4 plichten van de vrouw. Wanneer het in ieder geval gaat om een man en een vrouw die elkaar tot in eeuwigheid wensen te beminnen. Geeft dan een beetje ongelijkheid aan. Maar ik denk dat bij 2 mannen dat gewoon anders ligt. Dus ik denk dat die 7 stappen die jullie daar samen omheen moeten zetten, 3,5 stap per persoon is, dan zijn de plichten gewoon eerlijk verdeeld. En ook de rechten. Mag ik u nu vragen? Nou bestaat er ook een Joods ritueel bij trouwpartijen. En dat ritueel, dat bestaat uit het volgende. Dat er een glas kapot getrapt wordt vanuit de visie scherven brengen geluk. En dat alle aanwezigen, als dat gebeurd is, mazzel tof roepen. Nou is het ritueel bij een man en een vrouw enigszins anders dan bij 2 meneren. Dus ik heb met ze afgesproken dat ze samen dat glas kapot moeten trappen.
grappige is, ik lees al zijn appjes terug. En toen ik kanker zei, jee, Prim, hij gaat straks dood. En hij zei, want hij is toen nog niet gaan bestraling gaan doen en alles. En hij had in december, want toen heeft hij dat hele ding nog in zijn hoofd gehad, had hij nog hoop. En jij was veel realistischer dan Finkel. Omdat ik het eerder had meegemaakt. Kijk, mijn eerste man die hoopte ook nog dat hij nog zou genezen. Die ging zelfs naar Jomanda om zich te laten instralen. En die zei, kijk, zie je die. Mijn huid verkleurt helemaal, zeg maar, dus die kanker gaat weg. Maar weet je, als het ze troost, dat ze hoop hebben dat het toch nog... Dan is dat prima. Waarom zou ik ze gaan tegenspreken? Veel mensen wensen dat ze er zo goed mee om kunnen gaan als jullie. Hè? Dat is eigenlijk, want dat is inderdaad, als je gewoon, als je toch nog humor kan, de humor van bepaalde zaken kan blijven inzien tussen alle heftigheid en verdriet door, dat maakt wel dat je de kracht houdt, hè, om door te gaan. En het maakt het leven ook een stuk aangenamer, lijkt mij. En hij had eigenlijk alles al bereikt. Hij had een liefde gevonden. Hij had een prachtig huis en een auto. Hij had een internationale topfunctie. Hij had boeken geschreven, de wereld gezien. Dus wat dreef hem? Maar dat was de heer die naast hem zat in een keurig driedelig pak. Ajit. Dat is een van de belangrijkste drijfveren, denk ik. En wij maakten ons behandelplan. Jullie kwamen regelmatig bij ons langs. En we zagen al heel snel dat jullie op de polykliniek bij ons en op de dagbehandeling, dat jullie zeer graag geziene gasten waren. En jullie wisten ook heel veel over andere patiënten die daar regelmatig tegenkwam. Dat hoorde ik weer van jullie, dingen die ik niet eens wist. Jullie waren buitengewoon graag geziene gasten op onze poli. Het is de tweede keer dat het mij overkomt. 30 jaar geleden overleed mijn eerste man, Sjoerd, aan kanker. En nu krijgt mijn tweede man het stink. Terwijl ik het hem had verboden. Toen ik hem trouwde, heb ik tegen hem gezegd, luister, ik heb 1 keer een man begraven, ik ga dat niet nog een keer doen. Dus jij belooft dat je langer blijft leven dan ik. Hey Vinko, is het niet even fantastisch dat ik helemaal uit het verre oosten, dat ik eventjes bij je ben? En nu zijn al jouw beste vrienden en vriendinnen, die zijn nu bij jullie. En ik zou eigenlijk willen vragen aan al die vrienden en al die vrienden en vriendinnen die nou bij je zijn, om een grote kring te maken. Een grote kring om jou te maken. En dat zij elkaar allemaal de hand vasthouden. En dan zou ik aan hen willen vragen, stuur nou al je liefde en al jouw kracht en al jouw energie en al jouw positieve gedachten en al datgene wat voor jou zo belangrijk is om Vinko bij ons te houden, dat je dat je allemaal doorstuurt, je daarop concentreert, dat je dat richt op die ene persoon die dat zo sterk hard nodig heeft, en dat is onze lieve Vinko. Ga maar staan, Vinko, voor het chakra-gevoel. Jongens, met z'n allen, 1, 2, 3, Vinko! Persoonlijk is dit een feest eigenlijk om een ander feest. En dat is het feest dat ik jou, Ajit, heb leren kennen. Het feest dat ik met jou mijn leven mag delen. Het feest dat ik jouw liefde ervaar en ondervind, en dat ik die liefde aan jou kan teruggeven. Voortdurend. Dat is eigenlijk het grootste feest. Ik heb heel veel dankwoorden uitgesproken hier, maar eigenlijk wil ik het lot bedanken dat wij elkaar zijn tegengekomen. Ajit, ik hou van je. Ik geef je geen cadeautje, want je stookt en je zit alleen en je komt een fucking Bentley. Je moet elektrisch gaan rijden, je milieu vervuilen. Klein gezinkje, het is iets om te lachen en het tranen, er zit alles een beetje op. Alsjeblieft. Fantastisch, wat een mooi kunstwerk. Dankjewel. En hoe bleef je zo levenslustig? Dus je hebt mediteren. Je hebt de liefde van je moeder. Wat zijn de ingrediënten nog meer? En ik
geloof dat de spirit van de overledenen er is. Ik voel Vinko nog geregeld hier. Ik droom van hem. En ik kan via een aantal van mijn waarzegsters ook nog met zijn geestje babbelen. Happiness. En Ajit heeft daar een heel mooi boekje over geschreven. En dat heeft hij eigenlijk geschreven met zijn man, Vinko David. Maar Vinko is helaas een paar maanden geleden overleden. En het was de bedoeling dat Vinko hier ook zou zijn. Die keek er ook heel erg naar uit. Ja. Had daar ontzettend veel zin in. Maar goed, helaas is dat hem niet gegeven. Mm-hmm. Maar jij bent er wel. Er was een vlinder vandaag bij de wijnproeverij. En volgens jou moest ik op de vlinders letten. Dat klopt. En was hij er toch. En hij was er toch. Misschien ik zei het je toch? Harder. Hij werd 61. Maar hij vond het helemaal niet erg. Want hij zegt, joh, ik heb het leven van een 90-jarige in 61 jaar geleefd. Dus wat maakt het allemaal uit? Hij zegt, ik heb alles gedaan wat ik wilde. Ik heb alle landen bereisd die ik wilde. Ik heb de liefde gevonden. Ik heb een mooie carrière gemaakt. Mooi huis, mooie hond, mooie allemaal prima. En dat is eigenlijk ook de boodschap die we met dit boek willen uitdragen naar iedereen. Het is een greatest hits uit onze duizenden speeches en ook onze verschillende boeken. Maar de belangrijkste boodschap is, leef om gelukkig te zijn. Dus vervelende mensen, die moet je onmiddellijk dissen. Lieve mensen, het is de economie van het geluk, de economy of happiness, gaat daarvoor. Niet per se voor de beste carrière, de beste carrière-stap en het meeste geld, maar vooral om gelukkig te zijn. Lieve mensen, voor degenen die het nog niet wisten, Vinko is overleden via euthanasie. Hij heeft het dus zo keurig helemaal geregisseerd. Ik hoor nu van verschillende mensen dat Vinko inderdaad ontzettend op taal lette. Deed hij bij mij ook als een manuscript van mijn boek klaar was. Met een rode pen er doorheen. Daar staat een type voor, daar staat een dit. Geldt ook voor de rouwkaart. Arie en ik hebben samen de rouwkaart gemaakt. Maar Vinko die zat echt, dit woordje moet anders, dat moet naar het regel. Dus na. En de kaart was dus al klaar en gedrukt een week voor hij stierf. Helemaal met de zegen van de grote baas. Foto's koos hij zelf ook uit. Hoe gelukkig Vinko was met jou, Ajit. Hij sprak altijd met warmte en liefde over je. Soms ook met verbazing. Bijvoorbeeld als je weer eens thuis kwam met een aanwinst voor het huis. Ik herinner me dat Vinko sprak over een paar enorme beelden van paarden. Hij wist niet waar ze moesten staan, maar goed, hij verbaasde zich erover. En hij was er ook gek op je impulsiviteit. Want jullie waren een bijzonder stel, zeker. Yin en yang. Rust en energie. Ratio en emotie. Introvertie en extravagantie. Een beter voorbeeld van een stel dat elkaar in alle opzichten aanvult en verrijkt, bestaat er bijna niet. Dat maakt het verlies voor jou, Ajit, ook groot en gevoelig. We begraven vandaag de liefde van je leven. Zoals je dat zelf zei. We weten dat je een levenskunstenaar bent. Dat heb je laten zien. Gelukkig in de vele goede momenten die er zijn geweest. Maar ook bij de tegenslagen. Ik was de getuige van Vinko op zijn huwelijk met Ajit in 1999. En ik heb van dichtbij gezien hoe deze tegenpolen elkaar aanvulden op datgene wat ze zochten. Vinko bood stabiliteit en structuur. En Ajit bood warmte en levenslust. Vinko was positief ingesteld. Hij zag altijd weer nieuwe mogelijkheden voor behandeling. Zelfs op de dag dat hij was uitbehandeld, schreef hij nog naar mij: ik heb gemengd nieuws. Er was kennelijk toch nog ergens een lichtpuntje. Maar het was hem toen toch ook wel duidelijk dat het einde nabij kwam. De laatste 2 weken was ik iedere dag bij hem en Ajit in huis. Voor steun en hulp. Ik was onderdeel van de hulptroepen om Vinko heen. Dat heb ik erg gewaardeerd. Ik was zo vertrouwd dat de hond Laika niet meer eens meer naar me blafte als ik kwam. We hebben mooie gesprekken gehad en ik ben blij dat ik van betekenis kon zijn. Dank aan Ajit dat ik dat mocht doen voor Vinko. His smile was always genuine. And it made you feel that you are liked. You are accepted by him. Ik wilde Vinko
liefst op een feestelijk Surinaamse manier ter grave dragen. Zijn kissie gedragen door beeldschone topless zwarte mannen en bij allemaal hupsend eromheen samen zijn leven vieren. Maar Vinko die keek me toen aan en die lachte me uit toen ik hem het voorstelde. En die zei, joh, ik heb weken zware chemo gehad. Dan word ik onwel en dan moet ik gaan kotsen. En dan is mijn lijkwaarde ondergekotst en dan begin ik in een vuile lijkwaarde aan mijn laatste reis. Dat moeten we toch even niet hebben. Dus doe mij maar een simpele Joodse begrafenis. Alzo geschiedde. Het sluitstuk van een Joodse begrafenis is de steenzettingsceremonie waarbij de grafsteen, de matseva, wordt onthuld. Op 14 oktober 2023, zo ongeveer 8 maanden na zijn overlijden, kreeg Vinko zijn grafsteen, gemaakt van Italiaans graniet en Surinaams aluminium. Zo is hij nu dus toegedekt met materialen uit zijn 2 favoriete landen en op zijn graf liggen glazen tulpen in de kleuren van de regenboog, zodat iedereen weet dat daar een homootje ligt. Ik ben nooit meer naar zijn graf geweest. Ik heb niks met graven. Ik ben met Sjoerd hetzelfde. Die wilde ook begraven worden. Ik zei, je bent gek, het is vies. Je wordt opgegeten door wurmen. Nou ja, goed. Maar ik heb er dus niks mee. Maar ik ben gewoon, ik geloof dat zijn spirit dat hij op me let. Je hebt in Nederland een vrij unieke positie voor jezelf gecreëerd, hè? De Trendwatcher, ik weet, je had je bureau Bakkas, je deed alles, hè? Interim klussen, adviezen, headhunting. En toen ben je gaan storten op dat Trendwatcher. Ik denk dat dat 2003, 2004 was. Ja, megatrends. Yes. En je werd zo een hit. TV-programma's met Sven Kokkelman, boeken. Je schreef ieder jaar wel een boek en verkocht 50.000 tot 60.000 per boekie, geloof ik. Maar ja, kijk, Prim, ik doe een kofferbakverkoop. Ik ging naar al die, kijk, de boekhandels, daar kun je gewoon misschien 5.000 boeken verkopen of 6.000 of 10.000. Maar als je als spreker op congressen bent en je hebt 100, 200 man in de zaal, het is altijd de helft die een boekje willen. En als je die in de kofferbak bij je hebt, en dan willen ze gesigneerd en willen ze een selfie met je. Dan verkoop je er duizenden en duizenden en duizenden. En ik deed toen 200-300 lezingen per jaar voor. Ik sprak gewoon per jaar voor 200-300.000 mensen. Dus dan heb je al gewoon 100.000 boekjes per jaar verkocht. Ja, maar ik bewonderde het omdat jij een hele nieuwe markt hebt aangeboden. Omdat ik heb een paar lezingen samen met je mogen doen. Je had de gelikte presentatie met PowerPoint, filmpjes, fotootjes. Dus jij kan wel. Je hebt het talent als verhalenverteller om de audiovisuele middelen te gebruiken. En tegenwoordig doet iedereen het. Hoe blijf je nog uniek? Als storyteller kan ik gewoon iedere keer weer een andere twist aangeven. En ik meng het zakelijke met het persoonlijke. Dus ik vertel ook, dus als ik het heb over de toekomst van zorg. Volgende week heb ik weer een ziekenhuis in Eindhoven, het Maxima ziekenhuis. Dan vertel ik over de zorg, maar dan vertel ik ook over mijn persoonlijke ervaringen. En als ik al bijvoorbeeld het woord zorgheks laat vallen, dan beginnen ze allemaal te lachen. En ze zeggen, je hebt gelijk, ze zijn er ook bij ons. Maar niemand durft dat tegen ons te zeggen. Want de meeste sprekers die smeren alleen maar stroop. Ik smeer geen stroop. Ik word ingehuurd om zalen te beledigen en dat vind ik heerlijk. En ik doe het op een originele manier. Dus sommige van mijn klanten noemen mij trendcabaretier of trendartiest. Ik vind het wel grappig. Dat is, bij de politie noemen ze het. Ajit is onze trendcabaretier. Dus die mag alles zeggen wat anderen niet kunnen. En dat vinden ze helemaal leuk. En dan zijn sommige mensen gekwetst. Zeggen, meneer Bakkas, discrimineert is racist.
Ish Rashish, donderdag deze artiest. Mr. Ajit Bakas. Most of the times, the people at legal departments say no when you ask when something new is possible. And as the old Darwin used to say, in nature, it's not the strongest animal that survives, but the animal who adapts best to the changing environment. Denk jij dat je nog ooit weer aan de top komt, zoals je dat was in de periode 2006-2010, dat je invloedrijke Nederlander bent? Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ik heb nu ook een fantastisch leven, joh. Ik ben heel gelukkig met mijn leven nu. En met 100, 150 lezingen per jaar en een boekje per jaar ben ik al druk genoeg. En verder leuke tripjes maken. Onkruid vergaat niet, toch? Ja. Dan zeg ik, dat, ja, van Gotro Mocho. En als je Gotro Mocho hoort, dan denk je, het is een hoer. Maar het is een onkruid wat groeit langs de goten in Suriname. Oh. Wat je ook doet, je kan hem niet uit... Uitroeien. Ik ben volgens jou een Gotro Mocho. Dus dat is een hoer uit de sloot. Ja, wat je ook doet, je kan Gramaxone zetten, je kan hem verbranden, altijd gaat hij weer. Dus dat wil zeggen, je bent sterk. Men krijgt je niet klein, wat ze ook willen doen. Heel goed. Er zijn mensen die je ontmoet, die gaan gewoon voorbij. Maar van andere mensen kun je nog dingen vasthouden. Hé, hey, die naam zegt me wat. En als ik weer zo in huis kom en ik kijk direct in de hal daar naar zijn foto's en hij zo ken ik hem met die lieve lachen. Geen geluk, geen ongeluk zo groot of er zit een geluk aan. So, het is een vaste uitdrukking. Wagogri en Charwambo. Dat die vind ik mooi. Wagogri en Charwambo. Die moet je op een tegeltje zetten. Wagogri en Charwambo. Je weet ze dan, maar we houden af en toe weer. Goed wagogno. Wagogri en Charwambo. Maar denk jij dus dat dus mensen die dus goede mensen zijn geweest, zoals Finkel en Sjoerd en mijn moeder, dat die dan nu eigenlijk ook een soort heiligen zijn geworden? Voor mij blijven ze heilig. Voor mij zijn ze heiligen. Ze zijn heilig. Absoluut. Die goede daden van ze. De heiligen, vroeger hadden we een beeld zijn apart gezet. Maar God heeft ons heilig gemaakt. Ieder van ons heeft iets heiligs in zich. Maar wat vond je dan aan mijn moeder zo bijzonder? Toen ik er ging bezoeken, twee keer ben ik geweest, de wijze waarop, want ze lag niet alsof ze wilde zeggen, ik geef het op. Ze sprak nog, soms viel ze een beetje weg. Maar je zag dat het een vrouw was met power. Zo power. En als ik zei, in haar ogen, hebben we altijd zo'n twinkeling in haar ogen. Ik vond het zo grappig toen ik dat zei. Ze, vooral als ze dacht, had ze zo'n twinkeling in haar ogen. Zo'n pretlichtjes. Zo herinner ik mij haar. En vooral die zelf reed, hè? Alles op de dingen zelf. De tuin en de dochter daar. Nee. En kijk dat huis. Zo'n groot huis voor twee vrouwen om te onderhouden. Maar dat huis zag er altijd piekfijn uit, verzorgd, hè? De tuin en zo. Zij deden alle dingen zelf. Dus het is een. Ze was een Jaja Srana oma, kunnen we zeggen. Jaja oma. En mijn moeder en Finkel waren gek op elkaar. Dus omdat zijn moeder zo koud was, vond hij het zo leuk dat mijn moeder zo warm. Dus mijn moeder die gaf hem altijd de brassen. Ja, en ze zei: je bent ook mijn zoon. Ja, en dan in dat boek was ze gekomen, maakte ze lekker eten ook voor jullie klaar. Rondie, alles. Meisje, zou je nog even een gebed voor Finkel willen zeggen? Natuurlijk gaan we dat doen. Dat is ook mijn idee dat we vandaag hier zijn om samen te bidden. Ja, om meisje, samen God te danken. Ja. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, mensen, lieve God, we zijn vanmorgen hier in het huis van Ajit en Finkel. Heer, wat een rust, wat een vrede, wat een liefdestraal van dit huis uit. We danken u voor de weldaad van het leven van Ajit en de weldaad van het leven van Finko. Heer, hij is uit ons midden, maar toch zo aanwezig.
toch zo blijvend aanwezig. Dank u voor zijn leven. Dank u voor alle goeds wat hij heeft mogen doen. Dank u voor alles wat hij heeft mogen betekenen. Voor Ajit en voor zoveel anderen. Zijn toegewijdheid. Zijn zorg. Zijn aandacht. Dank u daarvoor, Heer. Nu hij in rust mag zijn. Mag rusten in vrede. Dat het eeuwig lichaam mag veranderen. Dat het eeuwig licht voor hem mag schijnen. Dat zijn ziel mag rusten in vrede. Dat hij bij u die geborgenheid mag voelen. Die rust. Vrij van pijn. Vrij van zorgen. Dank u wel, Heer. We leggen ook de hele familie. Bakas, Ajit, Sabina. We leggen hen in uw handen. Heer, waak over hen. Dank u voor de gave die u Ajit heeft geschonken, dat hij anderen mag helpen op weg. Dat hij anderen door zijn lezingen, door zijn boeken die hij schreef, richting mag geven. Wil hem begeleiden, wil hem gezondheid geven. Dat hij mag leven, dat hij gelukkig mag zijn. Dat alles wat op zijn weg komt, ook de obstakels, dat u hem erover zult helpen. Dank u dat de liefdevolle mensen hem omringen, die hem voor hem zorgen, die hem helpen. Dat valt niet altijd mee, Heer, maar soms moeten we ons klein maken. En er zijn momenten waarop hij zich klein moet maken, hoe zwaar het soms ook is. Maar u bent bij hem. Hij voelt u misschien niet zo als hij om elke dag naar de kerk, maar hij voelt dat er een hogere macht is in zijn leven. Wilde hem vasthouden, wil hem begeleiden. En voor Finko, voor zijn moeder, bid ik, Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en het eeuwig leven verlichten hen, dat zij mogen rusten in vrede. En zoals we in Suriname zeggen, Ganovani alasani musuwaka bongiyu et alba Siwatra krasi gadokoru engiyu, gadokoru engiyu. Hori fasta sayu adi. Hori fasta sayu adi. Meki moro bribi ko. Meki moro lobi. Meki moro lobi o no drai baka no fadom no drai baka no fadom. God bless you, God love you, and we love you too. And we love you too. We go to Bante, we come to gaat, Ajit. Hoe wil je dat je herinnerd wordt? Dan wil ik herinnerd worden als de man die zoveel van het leven hield, dat hij van iedere tegenslag weer een uitdaging maakte en daar weer uit vocht. En ik hoop dat ik die spirit op andere mensen kan overbrengen. Wat een slecht einde van een interview. Ik zei zeggen hoe ik jou ga herinneren en dan moet je zeggen of het klopt. Ajit Bakas is de grootste egoïst die ik ken. De man
die het leven naar zijn hand heeft gezet. De man die heeft geleefd zoals hij wilde, zonder enig compromis en erin geslaagd is om te overleven en te ontstijgen de achterlijkheid waarin hij als homo geboren en getogen is en nu uiteindelijk alle achterlijke geitenneukers een klap met zijn piemel en een smoel heeft gegeven door te zeggen, ik leef, ik ben, ik besta. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Wat. Dus. Dank jullie wel. Ik reed langs jouw huis in de winterse nacht en dacht alleen maar aan jou. In het donker was het jouw lach die ik zag en ik zag alleen nog maar jou. Ik las thuis de krant, maar de krant wilde niet. Want ook hij kon slechts denken aan jou. De letters die dansten en juichten een lied van vreugde en blijdschap om jou. Ik las thuis de krant, maar de krant hielde niet, want ook hij kon slechts denken aan jou. De letters die dansten en juichten een lied van vreugde en blijdschap om jou. Van vreugde en blijdschap. Ajit, ik hou van je.